Een hele goede avond iedereen die lekker thuis zit. En welkom bij de logstream at home editie nummer 2. Ik zit hier met goede vrienden Milan, Jeremy en Link. Eigenlijk team DAD. Is weer herenigd. Hey! Hey! Goed zo. Hebben we er een beetje zin in, jongens? Zeker. Ik heb heel veel zin in. Mooi ja, zo. Ja, welkom goed bij Dagelijks AD 2.0. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien wordt deze stream mede mogelijk gemaakt door goede vrienden van KPN en Samsung. En zijn wij dus ook weer wederom voorzien van de Samsung Galaxy S20 met het bijbehorende KPN Unlimited. Wat betekent dat wij overal eigenlijk oneindig beltgoed, internet, etc. hebben op het betrouwbare KPN netwerk. En wij gaan daar gebruik van maken, want vanavond gaan wij games spelen zoals een Drawful, Quiplash, etc. Om het natuurlijk naar ons lolletje te hebben. Goed, jongens. Drawful, hebben we toch lekker, joh. Even een applausje voor Donald, het is wel lekker, ja, joh. Lekker. Ja, volgende keer deed hij het ook al zo goed. Oh, een andere echte professionals. Loglap, jongens, hebben we daar nog iets over te melden? Oh, ja! Ja. Zal ik het zeggen, Link, of zal jij het zeggen? Ja, je bent zo enthousiast. Ga je gang. Ja, dit is fantastisch, jongens. Hey, Let's of Gaming. Jullie zijn natuurlijk allemaal een groot fan van Link en mij. En daarom kijken jullie zaterdag om, wat was het? 4 uur, geloof ik? Zeker. Of 5 uur? Ja. 4 uur, dacht ik. 4 uur. Tussen 4 en 5 uur. 4 uur naar LogLab. LogLab is iets wat ik de vorige stream ook al enorm had aangekondigd. Link en ik gaan samen experimenten uitvoeren in Minecraft. En dat willen jullie zien. Er waren ook honderden kijkers waren er live bij toen wij het op dat moment aan het opnemen waren. Dus jullie komen dan allemaal ook weer in beeld. En ga meekijken zaterdag 4 uur Let's of Gaming. Abonneer en kijk naar LogLab. Het is echt superleuk. Ah, ik ben best aan het doen. Ik ben al lang klaar. Wat doen jullie langzaam? Wow. Ja, ik had gewoon een hele ingewikkelde Jeremy. Ja, dit ben ik! Wie heeft... Oké. Ja, we kunnen niet vragen wat het is. Nee, dat moeten jullie nee. Raden, maar ja. Ik weet het. Smottenbel, wijn snuiven, ruiken aan een kronk, ik ruik steen. Oh. Nou. Is Frick. Het een snottebel? Nee, fout. Hoppa. Veel mensen dachten dat het een snottebelletje gegaan. Goddammit. Ruik aan een kronk. Was dat hem? Nee. Een kronk? Wat? Dat was hem niet. Dat was hem niet. Ik ruik een steen. Ja, hoe moet ik was dat tekenen? Ik ruik op een steen. Laat me gewoon. Hoe moet ik een steen tekenen? Ik heb het rekenen. Dat is echt een kronk. Dat was meer nee, kronk. Nee, ik kan dat niet doen. Daarom ging ik voor de kronk. Milan, ben je al klaar? Oh. Ja, dat is onmogelijk, man. Ik heb hem echt weer goed getekend, joh. Kijk, Okay, ik bedoel, kijk, de regie die schrijft dan dingen op die wij moeten tekenen. Nou, sorry, maar ik denk dat er 2 mensen ontslagen mogen worden bij de regie. Want dit is toch onmogelijk om te tekenen? Wie is hier verantwoordelijk voor? Mijn mobiel zei dat ik te dicht bij het echte antwoord was. We hebben knolbus, mislukte car rap, de gouden knolkoets en mijn nieuwe auto. Het zijn allemaal goede titels ook. Best wel. Ja. Dus ik heb nog nooit een YouTube-video gezien met mijn mislukte car rap. Dat zou toch wat zijn. Kijk, dit is goed. Dat komt door de kleur. Ja, de kleur. Yes. Miss je moet niet op de kleur letten. Knolbus. Oh, yes. Nee. Komt door de naam. Verdorie. Wat is echt... Wow. Really? Mislukte car rap. Ja, hoe kan ik dat tekenen, jongens? Zetten? Barst in de auto of zo? Ja, maar ik bedoel, Enzo doet altijd car raps, dus ik dacht knol. En dan, nou, weet ik het. Van wie was deze? Van mij! Lekker gast. Perfect getekend. Heerlijk. Here are your choices. Nou, we hebben een videocall met clowns. We hebben videobellen.
We hebben bellen met KPN Unlimited. En een perfecte telefoonverbinding van KPN. Nou, als KPN nu niet tevreden is, weet ik het ook niet meer. Heerlijk, heerlijk. Let's see what people picked. Is het bellen met KPN Unlimited? Nee! Je bent er! Perfecte telefoonverbinding van KPN. Oh, ja, niet! Dom! Ook niet! Ze hebben elkaar! Ik dacht hetzelfde. Het is... Ik heb letterlijk... Het zijn clowns! Het zijn clowns! Maar hoe is het videocall dan? Ja, weet ik... Ik waren geen schermen! Je had dan die oude telefoons gebruikt! Dit is mijn tekening. En wat wil ik hierover kwijt? Ja. De eerste draft was ik ook gewoon laatste. Ik ben nu eerste. Dus ik bedoel, alles is mogelijk in het leven. Als jij denkt, ik wil daar. En je staat nu weer hier. Dan kun je gewoon daar nog komen. Nog verder naar beneden. Hij stilt mijn speech. Dat kan. Het. Dat kan. Klinkt een beetje als basic statistics. Ja, luister. Als je hier een grafriekje hebt. En je gaat hier zo. Links naar boven naar rechts. Je gaat weer een beetje naar de oude taal. Ja. Welke oude taal? Als je een grafriekje en een konkje en een honkje. Ja, maar... ik betrapte me daar laatst zelf ook op. Ik was in gesprek met iemand. En toen... op mijn Insta-story van gisteren. Daar had ik... ik had mijn haar opnieuw roze gemaakt door Miron. En toen deed ze me pijn met een scheerapparaat. Dus ik zo... Auntie! Ja, dat zag ik ook wel. Dat had ik ook maar dat was zo'n afgelopen vast. Waar staat JSS echt voor? Okay. Joost, use your device. Upload is altijd te laat. Joost steelt sokken. Maar dan ene zeeman sokken. Ja. Hij heeft wel altijd van die gekke sokken aan. Hij heeft wel hippe sokken. Lees jij de volgende voor. Wat is niet in je koelkast te vinden? Is dat Milan zijn haren? Sorry. Wat je niet in je koelkast wilt vinden, zijn dat Milan zijn haren of aubergine? Dat was de vorige livestream nog zo meme. Dat is een callback inderdaad, ja. En dat je daar heel veel mensen mee te pakken Ik mis hem inderdaad nu. Ik snap het nu niet. Is een inside joke. Het is eigenlijk allebei niet. Alleen Don en ik snappen dat. Dus jij mag ook helemaal niet lachen dat we er nog bij moeten zijn. Nou, Milan, voor mij nog. Je snapt hem niet, maar alsnog kies je aubergine. Heb je zo'n hekel aan aubergine? Ja. Ik wilde gewoon niet op de inside joke stemmen. Okay. Alleen in Drenthe, de McFlurry. Fly, de McFlurry, 0592. Maar Fly is van Limburg. Maar waarom zo ook weer mijn cultuur, mijn provincie, mijn stad, wie maakt het nou belachelijk? Wie durft er grappig te maken over 0592? Wie kan dat überhaupt doen? Wie durft dat? Link! Jij! Alsnog verlies ik! Echt? Ongekend. Ja. De minder succesvolle tweelingbroer van Max Verstappen, Crash Verstappen of Minimaal Verstappen? Allebei wel heel leuk. Waarom lach je nou weer zo? Ik heb nog nooit er zo over nagedacht. Wat stom! Je hebt natuurlijk maximaal en minimaal. Wat stom, natuurlijk. Ik vind het leuk. Natuurlijk is het dom. Maar vindt het publiek het ook? Hé, eindelijk. Ik ben grappig. Wat zei de kreef tegen de kok? Kom eens hier met je vinger. Hé, konkie, mag ik een kronkie? Jezus. Konkie, konkie.
Delivery. Ja hoor. Ja, en of ja, die was wel leuk. Ja, die was leuk. Ja, maar de chat is ook wel te makkelijk hoor. Ja, Kronkie. Ja. Maar weet je, ik heb wat nu voor de zeggen. Tweede keer eigenlijk. Ik vind ze allebei niet zo leuk. Hou je vast! Goed, we hebben een sport, nooit populair, een sport die nooit populair is geworden. Is dat betonbal of is dat konkwerpen? Ik denk dat het kronkwerpen moet zijn. Nou, hij staat konkwerpen. Nee, maar was hij populair geweest. Ja, dat is waar. Ik had gelachen als er paardrijden tussen stond. De go-karts! Paard! Dat was wel leuk, hoor. Ja, dat was wel goed. Ja, de round one. Paard scores. Ik wil jullie ook niet. Ja, de volgende lijst hebben we te gast. Britt Dekker. Hey. Helemaal furieus. Wat? It's now time. Mag het helemaal niet verwachten, dus het is namelijk wel zo. Ik ga het tegendeel bewijzen. Wat de regie nu denkt, Alta 4, waar zijn we aan begonnen? Ja, ik moet dat eerlijk zeggen, allebei, is zeg maar, de derde keer, maar ik vind ze allebei niet leuk. Zeg me, hou je gewoon. Zo, mijn computer werkt even niet. Welke knoppen moet ik drukken? Alta 4. Alta 4. Wedden dat de coaches erop stemmen? Ja, dat zeggen ze allemaal voor mij. Dat zeggen ze allemaal voor mij. Alta 4, de master joke. Oh. Waar staat DHD echt voor? Is dat... J-Harvey? Of is het bestaat niet meer? Verdomme. Ik heb al zo veel moeite met dingen voorlezen, doen jullie me dit aan? Ja. Nou, had je Pascal dit moeten lezen? Zo, echt hoor. Oh? Nou, oh. Zo close. Oh. Heel close. 50-50 wel. Jammer, chat. Maar je hebt wel gewonnen. Nou, hopelijk kom ik nog van die vierde plaats af. Het gaat niet met het jaar! Abo! Maar Milan. Ja! Alweer! Is wel echt de winnaar hier. Het is super grappig. Jullie zijn allemaal losers! We zien wel wie de meeste abonnees heeft. Milan heeft de meeste abonnees. En een grootste ego. Echt zo. Big ego. Lick, haha! Jeremy, haha! Dol, you're about to see a subtitled film clip that's missing a subtitle, and the subtitle will be filled in by you. You get ready. You. The clip you. Will play twice. You. Now for our feature presentation. That's under. Самое главное. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часов. Is it Russisch? Was that Russisch? Самое главное. You mustn't forget the most important thing. Je mag niet het allerbelangrijkste vergeten. Als een koe in de wei staat, zit je hart nog steeds op dezelfde plek. Haal de kronks met 5 minuten uit de vriezer. Als het met publiek was, had je daarmee gewonnen. Ja, kijk wat het geinigd was. Oei. Oh. Koen en wij. Echt, ja, dit moest wel Jeremy zijn. Hoezo? Hoezo? Ik weet niet. Het was die spreekwoorden van Johan Cruijff destijds. Ja, weet je. Een wasbeer hebben een staart, maar niet elke staart hebben een wasbeer. Oké, write a headline voor deze foto. Dus we moeten een titel verzinnen voor deze foto. Ja. Nou, daar staat hij. Quarantaine is voorbij. 60-plussers melden zich massaal aan als DJ. Martin Garrix, nog steeds nummer 1 DJ van de wereld.
DJ Gene, respect the skills. DJ Jean? Jean? Kom DJ op Jean. Nou, Jean. Het is echt een generatiekloof. Nee, Marco. Nee, dat Don misschien die heeft ingevuld. Ja, nee, de koter zit echt. Huh, DJ Jeans, draag je het in de DJ Jean. Blank. Oké, okay, Link, yourself. Lees voor. It's blank O'Matic. Als je denkt dat nou, de naam Benedict, Benedict Cumberbatch een gekke naam is, wacht maar tot je zijn neef ontmoet, namelijk... Als je denkt dat blablabla een gekke naam heeft, wacht maar tot je zijn neef Benedict Cumberbatch ontmoet. Blumber Butt Curveless Note ontmoet. Wat is dit een slechte voor? Alles fout! Kimpy Wimpy Simpy Wimpy ontmoet. Dat weet ik veel. Nee! Bertha Kuzi. Oh, ik kan niet zo man. Dit was echt een slechte om meer lezen. Link te laten lezen. Ja, Link mag nooit meer lezen. Link mag nooit meer lezen. Alles verpest. Alles wat grappig had kunnen zijn, heb jij letterlijk naar beneden gegooid. Ja, hier kijk. Dit is Link's grap. Dit is Link's grap. Let op, let op. Daar ging ie. Het niks was ook kwam aan. Grappig geweest als iemand als antwoord Gert had gedaan of zo. Ja, heel makkelijk. Wanneer je moet lezen voor de klas, maar je hebt niet je hebt dyslexie. You're not going to blast me. Jawel, ananas hoort niet op pizza. You're not going to blast me. Alleen als je is normaal voor kan lezen niet. Fuck jou! You're not going to blast me. Nee, in plaats daarvan spoil ik een paar films. Snape killed Dumbledore. Dans gaat niet. Wie had die expres fout geschreven? Wie heeft dat gedaan? Dat moet wel Link zijn. Is normaal voor kan lezen niet. Ik had het wel goed ook, hè? Kijk, en zo voel ik me dus altijd. Oké, okay, no fact. Captain Crunch's full legal name is... Kapitein Iglo. Of Captain Iglo. Wat? Die komt niet door. Arie Boomsma. En Kappie Toen Toen Crunchelbob. Oké, vote voor jouw favorite answer. Kappie Toen Toen. Die is van Milan. Milan, hou nou op, joh. Hij is echt... Wat is er mis aan jou? Crunchelbob. Here is how you voted. Dat ben ik echt niet, ik zweer het je. Kapie Toen Toen Crunchelbob. Kijk, dat is dom. Arie Boomsma. Ook twee jongen, 2000 puntjes. Arie Boom Boom. Ik voel hem. Was dat al Nederlands hoor? Nee. Ik wat. Ja. Er woont een ananas diep in de zee. Arie What the fuck? Je hoofd mis niet. Nieuwe modepoort tijdens de lockdown. Lekker Link. Ja, ik ga hem weer verder. Nieuwe hoed tegen corona onthuld. Wauw, iedereen is grappig. Corona gezichtsbedekking op een nieuw level. We zitten allemaal op een schuitje. Echt zo. COVID-19 modus. Waarom iedereen? Iedereen gewoon. Je... Oh nee. Dat maakt het zo sterk als team zijn. We denken allemaal hetzelfde. Ja. Ah. We gaan maar lekker dit laat doen. Laat je hond uit? Nee, Jeremy, subtitle. Insert subtitle hier. Die is wel weer leden, boy. Ja. Arie Boomsma. Oh no!
Het is gewoon een naam geven. Als iemand gaat zeggen Arie Boomsma in jonge jaren, dan moet je jezelf echt even uit je huis. Ik kan niet terug. Oké, okay, de headline voor deze foto luidt: Legends of Gaming onthult demografie. Koter doneerde duizenden euro's aan YouTuber Game Meneer. Eindelijk Koter gespot zonder chipsvingers. Koter zitten steeds jonger met hun chipsvingers aan paps hun laptop. Nou jongens, ze waren leuk. Ja, ze waren lekker niet bezig. Even in de chat als je een Koter bent. Gekke naam opa voor knol. Een opa. Arie Denneboomsma. naam van opa Arie Boomsma. Ja. Dat kan op de vuur. Allemaal Aries.